Oh, Saar, ik vind het spannend. Ja, maar het is superleuk. En we moeten een beetje door, toch? Ja, ja. Wat gaan we namelijk doen? In deze video, als Saar het kan, kan jij het ook. Ja. We gaan de kaarsen dippen van de februari box. Dat is de box in samenwerking met Daffy van Daffy's DIY. Je hebt 12 kaarsen. Heel veel sojawas. Ja. 4 mengbekers, staan er 3 hier. En eentje zit even in mijn pan. Even kijken of ik dit nog een beetje kan smelten. Roerstaafjes en kleurpigmenten. Ja. De kleurpigmenten zijn vrij zacht, dus wil je een intense kleur, moet je best wel wat toevoegen. Maar ik zeg altijd, ook met verf, je kan altijd meer toevoegen en je kan het er nooit meer uithalen. Ja. Dus rustig aan, voor een intense kleur kun je ook vast een beetje vaker dippen. Ik heb net vast roze kaarsen gedipt. Leuk. Bovenkant, onderkant gedipt. Ik heb met een kwastje streepjes gemaakt. En jij hebt met een waaierkwast stippen gemaakt. Geveegd, ja. De sojawas, die smelt je au bain marie. Dus in een kommetje in warm water. Als tip van gewoon Jans. Ja, die had een conserveblik gebruikt. Ja, van je dokter. Want dat is makkelijk, want die steek je er ook een beetje bovenuit. En dan kan je makkelijker met een theedoek of keukenhand, hoe noem je dat, ja. Zo'n ding, eruit pakken. Ja, want je schaaltje wordt heet, je sojawas is heet. Je wil niet dat er water in de sojawas komt. Je wil geen hete was over je handen. Nee, dus dat is echt een hele goede tip. Dus iets wat lang en smal is in je pan, warm water erbij, vuur op en dan smelt die sojawas. En we weten niet zeker of je de bekers er direct in kan doen. Nee, daar twijfel ik over. Het is natuurlijk plastic, dus heel even verwarmen kan wel. Ja, dat ben ik dus nu met deze aan het doen. Maar laten we hem niet, volgens mij, laat de bekers zien. Nee, het gaat nog goed. Gaat nog goed. Ja, oké. Okay. Maar weet je, probeer dat maar niet. Nee. Als je alleen werkt, is het handig om de was even af te wegen. Ik heb net 50 gram gesmolten en in 1 beker gedaan met een rode kleurtje. Ja. Daar kan je dus al 3 kaarsen mee dippen. De was die stolt op een gegeven moment, dus je kan niet te lang wachten. Nee, dus ik zou eerst dippen en dan eventueel stippen. Ja. Eerst dippen, dan stippen. En dus niet alles in 1 keer doen als je alleen bent. Want je kan niet 4 bekers vullen en... Nou, dat wordt chaos. Nee, dat lijkt misschien heel leuk, maar dat is gewoon niet handig. Zonde. Ook zonde. Ik had ook gehoord dat Tante Knotje, een van onze ambassadeurs, die heeft gezellig met haar zoontje kaars gemaakt. Ja, die is 7 volgens mij. Dus het kan wel met kinderen. Maar het is hete was. Vergeet niet dat je werkt met hete was. Nee. Dus doe daar even verstandig voorzichtig mee. Ik schrijf nog even een blog over sojawas, want dit is sojawas, maar het is in ieder geval niet toxisch, dus het is niet giftig. Je kan het prima in de keuken gebruiken. Je leidingen beschadigen er niet van. De boel verstopt ook niet. Dus het is in die zin heel veilig en vriendelijk, maar het is en blijft hete was, dus doe voorzichtig. En het is handig om even iets eronder te leggen. Dus wij hebben eventjes een papieren zak eronder gelegd voor als je kaarsvest morst. Ja. Niet mist, maar morst. Ik gooi er net een hele beker om. Dus misschien een handig tipje. En een tip is, ik ga het er even bij pakken. Wij hebben net de kaarsen laten drogen tegen het doosje aan. Je kan natuurlijk ook iets drogen tegen een snijplank of tegen papier wat je hebt neergezet of een kartonnetje. Maar dat is ook even een tipje. Ja, niet tegen je hete pan aan. Nee. En tipje van Mike's Creatieve Wereld. Ja. Of ik heb nu een brain fart en ben een tip kwijt. Hij zei, stel je gebruikt niet een wegwerpbeker, maar je wil daarna nog je kommetje weer gebruiken zoals we hier hebben. Ja. Dan moet je gewoon de was hard laten worden. Ja. En dan kan je zo uitwippen. Uithalen, ja, dat heb ik dus hiermee gedaan. Dus dan hoef je niet je favoriete beker weg te gooien. Nee. Komt goed. Of je favoriete kom, zoals Like It Like That. Die had gewoon de hele kom weggedonderd. Ja, dat hoeft niet. Dus we gaan lekker dippen. Ja, de vraag is nog welke kleur wil je? En het is nog een beetje lastig te zien, maar volgens mij is dit een beetje blauwig. Nou, geef maar. Is goed. Ik begin gewoon met een half blauwtje. Deze heb ik al gedipt, dus die laat ik. Ik dacht dat je groen had of zo, maar dit lijkt me meer paars. Ja, intens. Dus we moeten maar gewoon even kijken. Wil jij 2 bekers? Ik heb hier ook nog een beetje roze. Ja, maar we doen maar 1 kleurtje, toch? Doen we 2 kleurtjes? 2 kleurtjes. 2 kleurtjes, oké. Okay. Ik heb genoeg was voor 3 bekers. Cool. Ik vind het wel spannend. Ja, ik ook. Ik moet even gieten. Ga je de was over me heten? Nee, kom maar. Zal ik het niet doen? Ja, als er dan toch een bedrijfsongeval moet gebeuren. Nee hoor. Ik wil hem wel vasthouden voor je. Ja, die beker misschien. Ja. Voor het gieten. Ja. Kut. Oh.
Ja, het is dus wel handig om misschien een beker te pakken die het duitje heeft. Ja. Ik schenk het er nu een beetje naast. Ja. Maar mag trouwens niet vloeken in de film. Potjandori. Potjandikkie. Gossipietje, zeg maar allemaal altijd. Alsjeblieft. Oké, ik doe een beetje van deze kleur erbij, oké? Okay? Daarom is het super handig als je er even wat onder hebt liggen. Want als je dan een beetje lekt. En super handig als je met z'n tweeën bent. Ja. Ja, dit is wel een DIY om even samen te doen, hoor. Ja, is wel gezellig. Zo. Had je idee. Oké. Even een avondje vreubelen met vriendinnen, toch? En deze hebben we zelf nog een beetje gesmolten. Dus die kunnen we ook. Ja, en we hebben al een beetje roze. Dus ik ga geen idee wat voor kleur dat is. Maar dat zien we wel zelf. Als je toevoegt. Je kan dus altijd meer toevoegen. En het is belangrijk dat je net zo lang roert totdat de chips helemaal zijn opgelost. Mag ik ook een staafje van jou? Zeker. Er zitten houten roerstaafjes bij. Super handig. Ja. Oh ja, dit wordt blauw. Oh, dit wordt rood. Huh? Wordt het zo meteen nog paars? Nee, het wordt rood. Dan heb ik 3 keer rood, toch? Ja, maar dan kan je misschien... Oh, dit is ook rood. Wat heb jij erin gedaan? Maar deze is ook... Wat is dit dan? Ja, dat is een beetje ik heb roze. Deze erin gedaan. Oh ja. Nou, dat wordt een beetje donker. Dit is in ieder geval blauw. Dat is wel cool. Nou, we kunnen ook nog rood en blauw bij elkaar gieten. Met paars. En hoe wordt het? Pak het hier mee. Nou, je kan beter in rood. Als je nou een heel klein beetje hierin schenkt, dan schenk ik ook een beetje daarin. Cool. Lesje kleuren mengen, jongens. Ja, wil je zo gelukkig? Wil je meer? Zo is goed, stop maar. We moeten natuurlijk ook nog dippen kunnen. Ja, maar dat komt goed. Je kan het ook een beetje strooien. Ja, weet je, dat kan je ook schuin, schuin houden. Een schuine dip. Schuine dip. Ik doe een beetje rood en blauw bij elkaar. Ik krijg ook en dan paars. Krijg ik paars. Misschien dat Like Depp ook wel zo groen heeft gemaakt, maar waar is dan de geel? Weet ik niet. Of hebben wij net een box waar 4 keer dezelfde kleur in zit of zo? Kijk, dit wordt paars. Dit is superleuk. Ik ga gelijk dippen, jongens. Ik vind het geweldig. Zip it, dip it. Zip it, dip it. Oké, dus het idee is, ik ga hem schuin doen. Ik ook. Je kaars erin doet. Ja, en voor een intensere kleur moet je vaker dippen. Ik vind dit wel mooi, moet kijken. Even laten druipen. Ik vind het een hele mooie kleur. Ik heb paars, jongens. Ik wil ook moet kijken hoe mooi het bij elkaar is. Geweldig. Oh, mag ik ook een beetje paars zo? Ja. Oh, zal ik hem gewoon zo houden? Ja. Ik ga hier soms nog is een less more, doen. Hè? Ik ga deze even drogen en dan ga ik hier nog blauw doen. Dit stukje blauw. Ja? Ja, dan doe ik zo meteen misschien een heel klein kopje paars of zo. Ja. Oké. Okay. Het is wel gezellig van die hele vrolijke kaars. Nou ja, voor februari is het natuurlijk fantastisch. Ja, ik vind het nu ook zo saai op die plek waar ik mijn kerstspullen had staan. Weet je wel, het huisje en dat soort dingen. Oh, hij wordt nu al een beetje stroperig. Ja, dan moet je mij vinden hete water doen. Ja. Oh, kijk eens wat een mooie blauw. Oh, dat is heel cool. Ik ben heel benieuwd hoe... Like It Like Depp dan groen heeft gedaan. Want die had groen. Maar misschien zitten er in elke box wel iets andere kleurtjes. Dat zou kunnen. Zou dat niet kunnen? Ik vind het leuk. Kijk nou hoe mooi. Oh, dit is heel super mooi. Subtiel. Ja, subtiel. Oké, okay, ik wil ook heel graag tekenen, zoals ik al zei. Maar dat kan. Ik wilde een hartje proberen, maar dat is natuurlijk wel weer heel erg moeilijk. Blauw. Oh. Dat is leuk als je niet weet of het een jongen of een meisje wordt. Ja. Misschien heb je wel een speciale boodschap die je moet vertellen met Valentijnsdag of zo. Hmm. Ja, ik wil de hartjes erop en dan kan je een soort Valentijnskaars maken. Kijk, kwastjes, ja, je kasten kan je daarna of niet meer gebruiken of alleen voor deze techniek. Dan is het natuurlijk ook zo, als het is gesmolten. Dan kan je daarna wel weer gebruiken. Oh, dit ja, is zeg als, als je niet mooi kan tekenen, moet je gewoon gaan stippen. Hè? Dan komt het altijd goed. Ja, met dip it en stip it. Dus echt hele leuke techniekjes nog doen. Ja, is dit een mooi hartje? Het is oké. Okay. Het is een hartje. Het is oké. Okay. Je merkt echt dat die was snel stolt, hè? Ja, dus je moet hem af en toe er even inzetten. Ja, dat is toch superleuk. Zeker op je kwast stolt hij gewoon heel snel. Ja, want dan haal je hem uit de warme was.
Nu hou je die was nog bij elkaar. Ja, je hebt helemaal gelijk. Jeetje, ik snap hem. Oh, maar dit is cool. Kijk, deze is mooier. Misschien moet je niet echt tekenen. Je moet gewoon... Kijk. Hop. Blauw met roze randjes. Gezellig. Nou, je kan echt alle kanten op met deze box. Ik vind het echt heel leuk. Vol focus, jongens. Het is natuurlijk ook was, dus misschien als je dan niet helemaal netjes hebt gedaan, dan kan je hem nog een beetje bijwerken. Die blauw is echt intens. Hij is heel mooi. Kijk, volgens mij was kobalt. Hij lijkt ook wel steeds donkerder te worden. Kobaltblauw was volgens mij 2 jaar geleden of zo, woonkleur van het jaar. Oh ja? Ik vind het nog steeds een hele mooie kleur. Is het ook. Ik vind het wel heel cool zo. Kijk, deze is nu een beetje droog, die paarse. Dus die dip ik nu nog even aan de andere kant. En met die hartjes, ik stempel nu gewoon de kwast erop. En dan wat er te veel is, dat haal ik zo meteen even weg. Zodat ik wel een mooi scherp hartje krijg. Je kan gewoon het lont trouwens meedippen. Ja. Dat hou je straks alweer een beetje vanaf. Je kan natuurlijk een hele serie maken van... Ja, maar daarom denk ik, haal maar extra kaarsen. Ik dacht eerst 12, is veel te veel. Maar het is gewoon veel te leuk. Je blijft maar dippen. Dus ik denk wel, als je vriendinnenavondje doet... Ja, en dan allemaal kaarsjes dippen. Dan zou ik even meer boxen doen. Voor een babyshower. Oh, dit is leuk voor een babyshower activiteit. Je hebt zat was. Je kan echt nog eindeloos... Ja, je moet er wel is leuk. Je hartjes. Oh, gelukkig gisteren was die maar heel heet met een druppel op mijn vinger. Oh, dat is leuk. Serena maakt een echte Valentijnskaart. Ja, bijna Valentijn, hè jongens? Voor ja, je het weet. Voor je het weet. Zie jij iets van Valentijn? Nee, ik ben niet echt van de Valentijn. Stuur een beetje romantisch? Stuur is super romantisch. Ja, ik heb ook een keer volgens mij een cruise naar Newcastle of zo gehad. Oh, boot. Ja? Ja, voor Valentijn. Wat leuk. Het zal wel een aanbieding zijn geweest. Mannen letten meestal niet op de aanbieding, toch? Oh nee, het zal wel heel duur zijn geweest. Nee, ja, was nee, het echt. 20, dus. Want ik heb echt wel eens een keer gehad dat ik dan een cadeau van Koen kreeg. En dat ik dan achteraf dacht, wat was dit eigenlijk? En best wel duur. Okay. Nou ja, voor alle mannen zonder inspiratie. De we hebben een hele leuke kaarsenbox, heel leuk. En we gaan een speciale Valentijnsbox maken. Ja, we gaan een leuke Valentijnsbox van maken. Ja, met deze kaarsen dus. Want weet je, wat je eigenlijk je vriendin dan cadeau geeft, is tijd voor haarzelf. Ja joh. Voor moederdag kreeg ik van Koen een hotelovernachting. Alleen? Ik mag hem alleen innen, of met een vriendin, of met hem, zei hij. Oh, ik ben jouw vriendin, toch? Alleen, het mooie is, moederdag was ergens in mei. Ik heb hem nog steeds niet gebruikt, maar we gaan nu voor Koens verjaardag weg en dan gaan we dus die bon gebruiken. Oh. Is dat al helemaal minder romantisch? Ja, dat is minder romantisch. Maar het gaat om het idee. Maar ja, tijd voor jezelf, of als de man lekker kookt, dan... Oh, maakt je vrouw dus leuke kaarsen voor erbij. Ja, je vrouw doet de tafelzetting. Of misschien vindt als man kun je het natuurlijk ook helemaal een leuke hobby vinden. Hè? Nou, ik weet het is dat, helemaal niet zo heel erg vrouwelijk dit. De vriend van Mike, die vindt het toch heel leuk? Die doet het heel graag. Die had ook een beetje vals gespeeld, zeiden ze. Ik ben heel benieuwd naar hun video. Want, hoe heet die? Dennis. Heet die. Ik ben slecht met namen, jongens. Vergeef me. Hoi, ik ben Sarah. Hoi. Daar weet ook Sarah. Dat is makkelijk. Maar Dennis maakt heel graag kaarsen. Dus die heeft allemaal materialen in huis. Dus die kan het allemaal. Kijk hoe cool. Oh, die is echt heel schattig. Ik laat hem even zien. Kijk, ik vind hem echt wel goed gelukt. Vet leuk. Ja, jij hebt de houder om ze tegenaan te zetten. Ja, je mag bij mij bij de houder. Oh, je bent een ruimtemerk. Oh. Even, ja, maar ook bijna klaar. Ik heb pas 2 kaarsen gedaan. Ja, maar jij had meer kaarsen. Ik heb net al een beetje geoefend. Nou ja, dat was ik zo. Zo gezellig. Kaarsje erbij. Wat ga ik nog meer doen? Ja, het is echt leuk. Leuk. Ja, hier, blauw. Moet even misschien even ik zit even een beetje te denken van wat ga ik doen?
Het scheelt als je natuurlijk even in een beetje warm water zet. Niet kokend water, maar warm. Dan kan je wel even iets langer, want op een gegeven moment stolt het heel snel. Ja. Daarom zei ik, als je alleen bent, moet je echt niet 3 bekers vullen. Dan moet je echt een beetje kleur voor kleur doen. Ja, maar dit is gewoon een hele leuke om samen te doen. Als die was aan de zijkant zit, dan wordt die beker natuurlijk een beetje topzwaar. Ja. Dus dan valt die heel snel, hebben we gemerkt. Oeh, zo. Zo? Ja. Zo, jongens. Nou, ik vind het superleuk. Kijk, streepje erbij. Gezellig. Ik zal even wat deze even laten zien. Leuk om te laten zien. Ja, ik ben wel een beetje van het vegen. Kijk. Heel mooi paars met een blauw. Wat een lekker klusje is dit. Je ziet hier ook dat hij wat dikker is. Dat hij er nu tegen de rand aan heeft gezeten. Is hij gesmolten. Maar ja, dat maakt op zich niet uit. En hier gewoon een dipje onder en een dipje boven. Nou, dit staat toch super vrolijk. Ja, ik heb ook wel een beetje vrolijkheid nodig. Weet je, ik heb al eerder gezegd, ik heb natuurlijk wel een beetje last van de winterdip, hè? Dus terwijl ik ga vrolijk fluitend door. Jij bent vrolijk fluitend, zit je buiten een beetje een rondje te lopen. Ik zit een beetje depressief onder mijn kleedje te wachten tot het voorjaar wordt. Ja, buiten. Ja, I know. Maar ik word dan wel heel vrolijk van leuke kleuren in het interieur. Dit is toch geweldig? Oh, die beker. Ben echt een beetje... Zal ik deze nog even dippen voor je? Nee, ik wil hem dippen. Oh, okay. Even mijn kaars af. Oké, okay. Nou, je moet gewoon wachten. Hier staan. Ja. Gewoon genieten van hoe ik bezig ben. Ja, ik geniet enorm. Hier, mevrouw. Ik vind het ook leuk is als je hem zo schuin doet. Ja, alles is leuk. Ik wil nog vind zelfs met één kleurtje vind ik ook leuk. Deze heeft maar 1 kleur. Maar het is ook heel subtiel. Dip, dip, dip. Toch super leuk. Ik vind deze ook echt heel leuk, Serien. Ja, daarom denk ik, ik ga deze ook gewoon zo doen. Zo schuin. Ja. Simpel dipje. Ja, zo'n schuine dip. Ja, kijk. Komt-ie. Voor de baby shower. Ja, oh. Kan ik toch nog zeggen van, what's it gonna be? Nou, dit is wel droog. A boy. Oh no. Het is wel droog. Ja, het droogt. Gelukkig heel snel. Ja, het droogt heel snel, dat scheelt. Nou, de buit is geweldig. Ik vond het te leuk. Ik wil nog een keer. Een heleboel mooie gedipte kaarsen. Oh, dit is toch leuk, jongens. Hij is echt leuk. Jammer dat hij dan niet. Ja. Nee. Maar, ja, jammer, je kan niet nog een keer dippen nu. Want nee, hij is wel heel helemaal gedipt. Nou, dit is geweldig. Kwartiertje, ja, plus het smelten van de was. Eigenlijk denk ik, oh, ik moet meer kaarsen halen. Ja, maar je kan toch nog meer dippen? Ja. Je kan eindeloos dippen. Dus als Sarah het kan, kan jij het ook? In deze video dus hoor je best wel wat tips. Ja. Een blog waarin je de variaties ziet die er allemaal zijn gemaakt. Ben je nog geen member? Dan moet je member worden voor 1 februari. Vanaf de 1e van de februari versturen we ook de boxen. Je kunt nu je aanmelden als member. Kies een welkomstbox. Die wordt gelijk naar je toegestuurd. En ik hoop dat je meedoet met deze superleuke DIY. Ja, we hebben dus verschillende aanbiedingen. Ja. We hebben een goede voornemensbox. Ja. Daarin kan je nog meedoen met de januaribox, waarin we kaarsenhouders gaan gieten. En dus dan de februaribox. En de maartbox is nog een verrassing. Ja, maar is ook leuk. Heel erg leuk. Dus dan ontdek je eigenlijk 3 nieuwe hobby's. Nou, het kan wel leuk zijn voor als je al goede voornemen hebt. Precies, gewoon meer tijd voor jezelf. Tijd ontdekken, nieuwe hobby's zoeken. We hebben een speciale Valentijnsbox. Ja, daar ga je dus kaarsen in gieten. Er zit een kaarsenhouder bij en een mal met huisjes. Ja. En resinpoeder, dus daar kun je ook lekker mee aan de slag. Heel leuk, cadeautjes kun je dan maken. En je kan de box loskopen. Ja, er is heel veel mogelijk. Maar het is met name belangrijk dat je lekker aan de slag gaat. Creatief, kaarsen maken, dipdye in samenwerking met Daffy van Daffy's DIY. Ja. Ik vond het fantastisch. Check ook zeker even een keer Daffy's haar website. Ja, er staan heel veel leuke DIY's op. Ja. Dus, lekker aan de slag en ik hoop dat je meedoet. Bye. We gaan de kaarsjes aansteken, jongens. Ja, leuk. Gezellig. Bye.